heel veel mensen op internet hebben een mening over jullie, maar ook over jou. En daarom gaan we vandaag een hele bijzondere challenge doen. Let's go. Let's go. Oké, luister dan. Ik heb hier haatcomments over Dio. Die mogen jullie gaan voorlezen om zijn beurt. Ik geef deze aan jou. Maar Dio, jij gaat beginnen. Kijk, ze genieten. Want ik heb hier haatcomments over jullie. En die gaan we er even bijpakken. En heel belangrijk, jullie moeten ook zeggen of aan het eind gaan we beslissen wie meer haat krijgt op internet. Dus ik ben heel benieuwd. Maar okay, op basis zeg maar van... gewoon op basis van de alles. Heftigheid van de comments. Exact. Maar als jij hun 8 blaadjes meer hebt gegeven, dan krijg je... Nee. Jullie hebben hetzelfde aantal blaadjes. Zo erg. Oké, Dio, eerste comment over vals bezig. Lees me voor. Van Abu 010. Ja. Alleen die in de rode jas kan het nog. De rest staat alleen maar te schreeuwen in de mic. Wie gaat het hier? Wie had de rode jas aan? Nee, man. Jij? Ja, jongens, reageer op. Ja, iedereen is een Maar dit is ook... Dit is een compliment voor jou, bro. Ja, dat ook, maar... Maar vind je niet fucked up voor hun? Nee, jij vindt het chill. Dus voor iedereen heeft zijn eigen mening, toch? Je hoort iedere dag andere dingen. Iedereen heeft zijn eigen mening, dus... Ja. Hoe het alsnog. Filteren die meningen gewoon. Wat vind jij daarvan? Of kijk, wat staat ook weer... Demma. Ja. Iedereen zijn eigen mening gewoon. Ja, toch? Ja, man. Oké, jij mag het voorlezen. Volgende comment. Deze is van Gekke Gozer. Ja. Laatste song. Wie ergert zich nog meer aan Dio zijn stem? Wat zegt die guy daaronder? En Benzo Lekker Kaal kanaal. Gekke Gozer niet alleen bij zijn laatste nummer. Bij elk nummer wil ik katten in de minder staan. Ze zijn wel creatief, man. Dio. Ja, katten in de blender, what the fuck, man? Ik heb daar volledige sympathie voor. In mijn stem, jongen. Helium stem die ik heb. Nee, maar wil jij ook echt meer gaan zingen en dat soort dingen? Want je doet natuurlijk wel dingen met autotune en zo, maar... Ja, nou, het is wel altijd melodieus. Ja. Ik ben wel altijd gepakt door popmelodieën. Maar je rapt ook veel. Ja, ik ben wel gewoon echt een rapper. Ja, toch? Ja. Maar wat ik heel vaak hoor, bijvoorbeeld van dat tijdelijk... Dat vind ik misschien wel het moeilijkste van deze tijd. Wat? Dat het allemaal zo melodiegericht is en dat ik soms denk, ik wil gewoon... Je wil gewoon muziek bars maken. Spitten gewoon. Oh, je wil bars spitten? Ja. Dus je wil meer gaan rappen? Ik heb nu een hele rap tape klaarstaan zelfs. Want bijvoorbeeld, hebben jullie het laatste album van Ronnie gehoord? Ja. Vind je dat een rap album of wat? Behalve dan op Ronnie is verschillende genres. Ja, Ronnie is ook geen rap artiest. Hij kan het wel goed. Ja, maar ik bedoel, hij is voor wel... mijn gevoel wel echt, weet je, een zanger. True, maar hij komt wel uit die Niffo Reach, weet je wel. En maar zelfs daar... Zelfs daar was het echt nog best wel melodieus. Hé, hey, maar wanneer komt hier je tape van jou dan, als jij wil gaan rappen? Ik weet niet wanneer die komt. Echt een goede rap tape. Heb je al tracks klaar liggen? Ik heb al iets van 15 tracks klaar liggen. Oké, man. Binnenkort kom je weer even langs, toch? Ja, zeker. Heel goed. Heel goed. We gaan door naar de volgende comment. Daan Schoonderwoord zegt, die guy in het blauwe shirt zingt als enige weer erg vals. Hij verpest een beetje de hele tune. Zonde. Oh, dat is wel... Is dat oké? Nee, shirt eigenlijk. Nee, maar wie was deze, voor de duidelijkheid? Heb je deze comment voorbij zien komen? Draag nooit blauw. Oké, wacht. Laat ik het anders zeggen. Wie vinden jullie het vals? Vals met wat? Gewoon eerlijk zijn. We zijn allemaal vals, man. Ja. We zijn allemaal vals. Wie kan het minste goed zingen? Ja, en de beste goed spitten. Daar zijn mooie langtongen, man. Ja, ik weet niet, man. Ik weet niet. We allemaal wel een mooie zangstem, man. inderdaad. Oké. We gaan naar Rich. Dio lijkt op de jonge pa en stak met snor. Dat is wel echt waar, toch? Ja. Oké, wacht. Zullen we even een foto erbij pakken? Volgens mij hebben we een foto van. Ja, ik zeg eerlijk, man. Ja, wie zijn jullie doen? Paul Elstak of Dio? Huh? Gewoon in het kader van Gay Pride. Hè? No game. In het kader van Nee, man. Is een vrouw. Zet daar twee vrouwen. Wat? Jolante of zo. Ah, Jolante. Oké, heel goed. Heel goed, we gaan door naar de volgende comment. Mr. Dio, kom maar in. JDD zegt, eindelijk geen geleende kleding. Oh, accepteer. Deze ken ik. Maar deze hoor je al vaker? Of, ja, ze ging al waar gaat deze comment over? Omdat we waren in Engeland. Ja. De hele dope stylist. Wie dan? Geef me een SO, man. Strauss. Ja. Strauss, Duitse. Ja, ze Duitse man. Strauss. Maar we hadden gewoon merkkleding, veel merkkleding. Misschien daarom gingen ze haten, toch? Oké. Want als het gewoon H&M was, hadden ze niks erover zeggen, maar ja. Ja, dat zijn echt de dingen. Tegenwoordig is het publiek best wel scherp op dat soort dingen. Ja, en elke artiest gebruikt ook gewoon kleding. Ja, toch? Bij clipshoot sowieso. Ik begrijp het ook niet. Maar ja. Dus, ik vind niet zo'n zaken, jongen. We gaan door naar de volgende comment. Hij staat hier op het scherm. Hij denkt dat hij Stromae of zo. Stromae. Ja, vertel.
Ja, wat wil je dat ik vertel? Ja, ik zei compliment. Ik vind het wel een compliment. Dat is een compliment. Als het enigszins daar in de buurt komt, ik vind ze er maar gruwelijk. Maar hij is maar ook wel... ik doe hem zeker niet na, op geen enkel moment. Nee, dat vind ik ook niet. Nee. Vind jij, als je dit soort comments leest, denk je dan van... Yo, maar dat is echt onzin. Ja, ik denk het is onzin. En, ja. En verder, ja, dan moet je gewoon echt niet veel energie aan. Nee, precies, hè. Weet je, okay. Op het internet heeft elke idioot een platform. En wat is echt, heb je wel eens echt een hele erge comment gehad? Of ja, echt ik heb wel eens iets gelezen waar ik gewoon echt ook dagen niet van kon slapen. Mag ik gewoon eerlijk weten? Weet ik niet meer. Dat probeer ik ook zo ver in mijn hoofd weg te stoppen. Ja. Maar ja, je leest gewoon de meest vervelende dingen, weet je. Ja. Maar ga je het echt lezen? Pak je het echt erbij om het ja, te Ja, gewoon voornamelijk in de eerste dagen dat je video online is. Ja, feedback. Dan wil je gewoon kijken, je moet gewoon wel weten waar je staat. Ja. Vinden mensen het tof, weet je. Okay, volgende comment is voor jou, Dio. De laatste over... C.Zag zegt, die ene guy lijkt op een dikke Tony Villena. Maar wel met kusjes erachter, ik zei. Love. En gaat over jou? Ja. Ja, hij weet natuurlijk ik weer niet hoe Tony Villena eruit ziet. Ik weet ook niet meer Tony. Is dat een voetballer? Ja, van Feyenoord. Maar ik moet zeggen, jouw kapsel is wel echt meer... Je ziet dat er meer over na is gedacht. Tony Villena heeft gewoon geblondeerd en zijn haar hangt gewoon en... Ja, het is wel toch mooi, toch? Dat vrees je uit hier. Mooi kopje, mooi kopje. Ja, kijk comment van hem. Dat is een beetje bokkensam, man. Snap je? Oké, we gaan de laatste comment van Dio erbij pakken. Dat is nummer 4, dus. Die is voor jou, ja. Kom maar. Sor 0, the one. In die 8 jaar na tijdmachine zijn we oud geworden, getekend. Ai, man. Ja, maar ik ben toch geen Pharrell Williams, man? Nee, dat... Ja, maar ik snap dit, want heel veel mensen hebben ook alleen maar tijdmachine gezien. En dan zien ze 8 jaar later een video. En natuurlijk, ik was toen 20, ik ben nu 29. Je bent nu bijna 30, man. Mannen gaan alleen maar beter uitzien hoe ouder ze worden. Zeg ik tegen allemaal mannen hier, wat we denken wat ik zeg.